Ja, Pep heeft ook gekeken. Ja, de persconferentie van Rutte. Hé, het woord van vanavond was natuurlijk avondklok. Daar heeft iedereen het over. De avondklok. Moet die er wel komen? Moet die er niet komen? En dat is al een keertje eerder als het aan de orde geweest. En toen ging het weer van de agenda af. En toen kwam het weer terug op de agenda, zoals nu. En dan zegt Rutte binnen het kabinet, ja, maar ik ben er wel voor eigenlijk dat er een avondklok komt. En dan zijn er weer anderen in het kabinet die zeggen, nee, dat kan niet. Niks daarvan, avondklok. Nog geen draagvlak voor. Dan zijn er weer burgemeesters die zeggen, oh, god, oh god, alsjeblieft geen avondklok, want we kunnen het niet handhaven. Dan zijn er nog weer burgers die zeggen, ja, maar er komen rellen van, want er gaat een heleboel mensen, die gaan zich daar niet aan houden. Enzovoort, enzovoort. En zo zijn we in Nederland maar bezig met de avondklok. Heel Europa, of bijna overal, hebben ze al een avondklok. En daar is ook heel weinig discussie over. Gewoon avondklok in België, Frankrijk, Duitsland, weet ik veel. Allemaal avondklok. En ook hier in Spanje. Kijk, want waar kijk je naar? Ja, naar een ervaringsdeskundige. Die weet precies hoe het zit met een avondklok. Want de avondklok, die is hier al vanaf oktober, hebben wij al avondklok. En intussen met die avondklok konden we gewoon naar restaurants gaan, konden uiteten, alle horeca open, winkels open. Gewoon het leven ging door. En dat hadden we mede te danken een beetje ook aan de avondklok. Ik ga niet zeggen dat Nederland ook een avondklok moet hebben. Nee, dat ga ik helemaal niet zeggen. Want het is ook niet helemaal bewezen dat een avondklok alles omgooit. Waarschijnlijk was het hier erger geweest zonder avondklok. En in België is het ook heel goed gegaan met de avondklok. Maar het is nog allemaal geen bewijs dat de avondklok het gaat doen. Maar ik ga wel dit zeggen tegen het kabinet. Als ervaringsdeskundige, ik heb niet zoveel last gehad van de avondklok. Nee, want die gaat hierin om 10 uur 's avonds en die duurt tot 's morgens 6 uur. Hey, nou big deal. Ik heb na 10 uur niet het gevoel van, ik ga er nog eens eventjes op uit. Nee, dat heb ik niet. Ja, misschien de jongeren. Maar door de week toch ook niet, als je gewoon een echte baan hebt. Hé, hey, dan ga je toch gewoon op tijd naar bed en klaar is Kees en dan na 6 uur. Hé, dus dan heb je toch niet zo'n last van die avondklok. Maar ik zou wel tegen Rutte willen zeggen, als je gaat besluiten over een week om toch die avondklok in te voeren, doe het dan niet om 8 uur 's avonds. Nee, dat is een beetje aan de vroege kant. Nee. Ik weet, in Frankrijk hebben ze 6 uur, maar hey, dat hoeft allemaal niet. Gewoon 8 uur is te vroeg, Mark. Nee, want als je nog eventjes bij de buurman nog even een slokje wilt doen of een kopje koffie, dan kan dat allemaal niet. En het is al heel erg ongezellig in Nederland. Dus wat je moet doen, als hij komt, 10 uur 's avonds, niks aan de hand. En dan is, neem dat van mij aan, die avondklok echt goed te doen.